Dag dames en heren en welkom bij een gloednieuw seizoen Onze Club. We hebben een aantal Zeeuwse voetbalclubs nog niet bezocht, maar dat gaan we dit kalenderjaar goed maken, want we willen natuurlijk bij al die Zeeuwse voetbalclubs langskomen. We beginnen vandaag op de plek waar hoofdklasse wordt gevoetbald. Niet in Hoek, niet in Vlissingen, maar bij VV IJzendijken. In de bestuurskamer van IJzendijken met interim voorzitter Walter. Want ja, ik had het net al even over het hoofdklassevoetbal. Dat hebben jullie hier, hè? Ja, dat hebben we. Ja, dat klopt. Dames. Trots op? Ja, nou, erg trots. Trots. Ze bestaan 10 jaar trouwens, de groep van nu. Net 10 jaar, dus geweldige trots. Verder reizen, maar geweldig trots dat ze zoiets kunnen behalen natuurlijk. Ja, ik heb begrepen dat jullie voor het Kliko schieten later het programma de aanvoerder van de dames ook naar voren zeker hebben weten, gestoven. Zeker weten. Dat is niet voor niks. Dat is niet voor niks. Ze heeft al een strafschop gemist vorige week tijdens de opname nu, maar nee, we willen eens gewoon proberen. Ze gaat ervoor, zegt ze. Dus, het gaat steeds beter met dat damesvoetbal. Nou, daarom, hè? Jullie bestaan al lang, hè, met de voetbalvereniging? Ja, nou, het is officieel zijn we in 1913 begonnen. Een mannetje Louis Geus heette die. En die kreeg een leren bal van zijn pa, heel bijzonder in die tijd. Die heeft een clubje opgericht, Hercules. En het vreemde van alles is natuurlijk, pas in 1918 zijn ze officieel opgericht als verenigingtje. Ja, die 5 jaar daarvoor was een beetje freewheelen. Nou, was een beetje jeugd, van 13 tot 16-jarig, een beetje freewheelen. Officieel 1918 opgericht. En toen kreeg ze de naam Juliana, dus dat zal wel naar de toenmalige koningin geweest zijn, denk ik. Ja, dus voordat IJzendijken was, hebben jullie eigenlijk meerdere andere namen gehad? We hebben heel veel namen gehad, ja. Ook nog Crescendo, begreep ja, ik? Ja, daarna kwam, eigenlijk was er nog tussen Hercules en Juliana kwam, ja, Crescendo, en daar hoort er nog een naam bij. Wat het precies betekent, weet ik niet. Het zal wel vooruit gaan met z'n allen zijn, denk ik. Ja. En daarna dan, dan is het officieel later pas IJzendijken geworden, maar dat is nog een tijd later. In 1918 begonnen met tellen dus eigenlijk. Ja, en zijn in 2018 is het 100-jarig bestaan, ja, maar klopt. Jullie hebben het 75-jarig bestaan al gehad. We hebben, en daar is dit van, hè? Wat is dit? Nou, dat hebben we bij het 75-jarig bestaan gekregen van de heer Fred Molet. Dat is iemand die ook oud bestuurslid is geweest in die tijd. En die kwam tijdens de receptie in 1993 kwam die met deze verrassing helemaal ingepakt. Wij wisten helemaal niet wat het inhield. En die zei van, nou, zonder dat we het wisten, ik heb een verrassing voor jullie. En wat is het? En dat zijn, hoe moet je dat zeggen, zijn hele oude medailles. Medailles van in de jaren 20, 30. Ja, het ziet staan, 1920 staat 1920, er. 21, 33, 34. Hangt zelfs nog een gouden plak. Of het echt goud is, dat weet ik niet. Maar van het kampioenschap eerste klas KNVB. En 32, 33 was dat behaald, geloof ik. De hoogtepunten van de vereniging. De hoogtepunten van de vereniging. En vroeger hadden ze die medailles bij vriendschappelijke wedstrijden, maar ook tijdens kampioenschappen kregen ze, in plaats van een beker kregen ze deze medailles. Gaan jullie dat is geweldig natuurlijk. Gaan jullie het in 2018 ook weer goed vieren? Nou, dat willen we wel doen. We zijn volgende week gaan we beginnen met een bijeenkomst. En we gaan echt voor heel de vereniging proberen om dik een half jaar of iets meer er aandacht aan te besteden. Nou, hartstikke mooi. Ik ga vandaag de vereniging beter leren kennen. En de penalties zijn er ook weer dit seizoen. Graag, dat heb ik gehoord. Heeft u een shirt voor me? Nee, ik heb zeker een shirt. Nou, zal ik even pakken? Ja, die wil ik graag alvast hebben. Dat is hem. Dat is hem. De kousen, de broek en het shirt. Ja, dat is altijd het lastigste. Ik ga kijken of die past. Nou, prima. Bedankt. Succes. Dank je. Sta je goed, hè, denk ik dus. Ook dit jaar hebben we weer het jeugdcircuit. Deze keer met Kopgallig. En team IJzendijken begint. Dit is Tom, 12 jaar en speler van de D2. In het midden Brent, 11 jaar en spelend in de D1. En dit is Milan, hij is ook 11 en speelt in de, ja tegenwoordig heet het, JO13-3. Nou mannen, we gaan beginnen. Zet hem op, hè. Team IJzendijken, zijn we er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, ja, lopen Milan. Kop, goed zo, nog een keer. Om de pion rennen en schiet hem door het gat, hè. En daarna terug naar hier om je maat aan te tikken. Lopen, lopen, lopen en tik hem aan, hè. Tik hem aan. Ja, jammer. Mag je straks nog een keer, hè. Kom aan, Brent. Goeie kopbal. Publiek mag ook wel een beetje aanmoedigen. Ja, tuurlijk. En schiet hem erin, Brent. Oh, tik aan, tik aan, tik aan, tik aan. Tik Tom aan. Ja, goed zo. Ja, tijd gaat hartstikke goed. Nu nog raken schoten. Mooie kopbal. Ja, die loopt er bijna gewoon tegenaan. Hartstikke goed. En die gaat erin. Oh, tik aan, tik aan, tik aan. En ja, rennen. Nou, dit was de oefenronde, nu gaan we raakschieten. Hè? Publiek gaat er nog even achter staan, hè? Kom aan. Oh, jammer. Tik hem aan, tik hem aan, tik hem aan. Ja, doorrennen, doorrennen. Ja, tik.
Kom aan, Brent, daar ga je. Hoppakee, nog een kopballetje. Ja hoor. En rustig naar die bal lopen. Neem je tijd en schiet dat ding er doorheen. Ja, naast. Jammer. Nou, Tom, je kan er eer nog redden. Hè. Kom aan, tik hem aan. En daarna loop je terug naar hier. Hè. Kop. En nog een keer kop. Lopen. En schiet hem rustig erdoor. Ja, die tellen we. Terug naar hier, terug naar hier, terug naar hier. Over de lijn. En ja, gestopt. Wauw, goede bal op het laatst, man. Een prachtige tijd van 1 minuut 14 en 44 honderdste en 1 raakschot. En dat maakt IJzendijke voorlopig de koploper, jongens. En publiek, ja, tuurlijk. Ja, maar Nicky, dit is een beetje uw plekje langs de lijn, hè? Dit is mijn plekje en daar hoop ik nog wel enkele jaren vol te houden. En hoe lang zit u hier al? Hoeveel jaar? Ik moet gauw even terugdenken. Die bankjes die staan er ongeveer een jaar of 18. Oké. Want toen hadden we voordien, we hadden nog geen bankjes. Maar u bent al langer supporter, denk ik. Ja, dat zeker. Ik ben supporter vanaf... even denken... 66. Zo. Dat is al 50 jaar. Meer 50, dan 50, 50 jaar. 51 jaar, ja. Tjonge, jonge. En wat trekt u zo in de Club IJzendijke dan? Ja, goed. Vroeger woonde ik aan de overkant. Ja? En dan ging ik ook naar de voetbal. Dus wat trek je dan? Omdat ik het voetbal leuk vind, uiteraard. Ja. Ja. En dat heb ik hier ook. Ik ben hier goed opgevangen hier. Dat is gewoon... IJzendijke, dat is mijn ploegje. En ieder jaar gaat dat niet even goed. Nee. Maar toch de sfeer onder elkaar, daar merkeert niks aan. Nee. En ik heb begrepen dat uw vrouw ook een fanatiek supporter is. Ja. Die is nog een beetje fanatieker dan ik. Oh, maar die zit hier niet op het bankje? Nee, nee. Waarom niet? Nee. Die staat bij de vrouwenafdeling. Aan die kant? Langs de lijn. Oh. Dan ga ik daar ook eens even kijken. En dan kunnen ze daar dus de commentaar geven. Want daar moeten wij niks van weten. Ja, mevrouw, nou hoor ik dat u een stuk fanatieker bent dan uw man. Klopt dat? Ja, ik kan nooit mijn mond houden. Nee? Gillen tegen de spelers? Nee. Ik kom niet aan de spelers. Oh. Nee. Ik roep wel bijvoorbeeld en ze roepen bijvoorbeeld, schiet! Maar ja, dat doen ze natuurlijk niet. Ze doen niet wat u zegt? Nee, ik doe niet wat ik zeg. En u bent toch al lang supporter, maar een beetje beter luisteren zou wel kunnen eigenlijk, ja, hè? Ja, eindelijk wel, ja. Anders kan ik ook allemaal, hoor. Maar nu komt natuurlijk veel jeugd komt erbij. Ja. En dan vraag ik ook altijd, wie is dat? Oh ja. Weet je wel? Maar het is wel leuk als er een beetje gasten van het eigen dorp zijn. Ja, maar ik ben er altijd. Nu al bij mijn achterkleinkind natuurlijk, sta ik ook hier elke zaterdag. Mm-hmm. Dus ja, ik ben er altijd, hè. Ja. Vindt u het eigenlijk ongezellig dat u niet bij uw man kan zitten tijdens de wedstrijd? Of maakt het niet uit? Nee, dat doe ik nooit. Hij gaat op de bankje zitten. Ik zei, dan ga ik toch niet op de bankje zitten. Ik sta. Dat is beter. Ja, ik ben geen ideaal mensen. Nee? Hier staan de jonkies. Tijd weer voor het kliko schieten, want dat onderdeel blijft gewoon. En Mout, jij bent de eerste die het mag gaan proberen dit seizoen. Bij IJzendijke de dames naar voren geschoven, want in Zeeland hebben we niet alleen in Hoek en Vlissingen hoofdklasse voetbal, maar ook hier, hè? Ja, dat klopt. Hoe gaat dat in de hoofdklasse? Is het leuk? Het is superleuk, echt superleuk. We draaien eigenlijk best wel leuk mee. Een keer een gelijk spelletje, een keer verliezen met 1 doelpunt, een keer winnen met 1 doelpunt. En tot nu toe zijn we echt 1 keer weggespeeld. Dus... Ja, wel veel reizen, hè? Heel veel reizen, ja. Iemand had het uitgerekend en we kwamen op iets van 5500 kilometer uit of zo. Dat is een hoop. Dat is echt heel veel, ja. Is dat voor iedereen van jullie team te doen of haken daar ook op af? Vooralsnog gaat het goed. Het is natuurlijk ook wel gewoon een heel gezellig team, heel hecht team. Dat scheelt ook veel. Dus ja, vooralsnog gaat iedereen ervoor. Dus ja. Vertel eens over de afgelopen seizoenen, want het is hard gegaan met jullie team, hè? Ja, eigenlijk wel. We zijn nu voor het 10e seizoen bezig en in de 5e klasse begonnen. En nu in de hoofdklasse. Ja, en waar gaat het eindigen, zeggen ze dan? Ja, dat weet niemand. We roepen al een paar jaar van, we zitten volgens mij wel op ons top. Maar we blijven eigenlijk klimmen. Maar ik denk dat we nu wel een eind zijn. Kun je dan die mannen van het eerste ook niet uitleggen hoe je dat doet, zo snel omhoog gaan? Want die blijven een beetje laag, hè? Ja, maar ja, dat is niet te vergelijken. Nee. Maar het is mooi om in de hoofdklasse te kunnen spelen. Het is echt fantastisch, ja. En als je aanvoerder bent in de hoofdklasse, moet je ook een beetje kunnen kliko schieten. Dat zeggen ze. Gaat het lukken, denk je? Zeker. 5 keer 40, 200. Nou, dat moet wel ongeveer. Teken ervoor. Zet hem op. Dankjewel. Een iets andere puntentelling dit seizoen. 40 en 30 voor de buitenste en 20 en 10 voor het midden. Dus zet hem op, Mout. Ik ben benieuwd. Ja. Ja, ging richting 40. Ietsje harder. Heel mooi. Eerste 10 punten binnen.
Ah, net te laag. Wel met het buitenkantje. Dat deed je de beste van het vorige seizoen ook allemaal. Dat belooft. Ja? Ja? Ja. Oh, op het randje. Oh. Toch 10 punten. De eer gered. Ja. En voorlopig de eerste plaats. Nou, zet hem fijn. Op in de hoofdklasse. Dankjewel. En thuis nog een beetje oefenen. Ook dit seizoen gaan we weer langs bij de clubiconen, de pareltjes van de Zeeuwse voetbalclubs. En dit is er niet zomaar één, meer dan 300 doelpunten. Adrie van Hanegem heeft zelfs zoveel doelpunten gemaakt dat hij de voorpagina van de krant mee heeft gehaald, Adrie. Want ja, dat kan iedere Zeeuwse voetballer zeggen. Nee, ik werd gebeld in mijn vakantie in Italië en Rudy Bogert, de man van de PZC die alle statistieken bijhoudt en uitwerkt, die belde mij en vertelde mij dat ik Zeeuws topscorer was over de laatste 20 jaar. Toen had ik er de tijd niet van gehoord en op een zaterdagochtend werd ik wakker en er stonden wat berichten op mijn telefoon van ik heb de PZC opgezegd en ik stop met de stem. En toen keek ik zelf toen ik hem uit de bus haalde en toen bleek inderdaad Van Hanegem op de voorpagina te staan. Wel bijzonder inderdaad. Ja, wat zijn nou de hoogtepunten voor jou geweest bij IJzendijken? Nou, de hoogtepunten zijn het eerste seizoen dat we kampioen werden met een trainer uit IJzendijken, Rudy Verhaert. De laatste wedstrijd hadden we aan overwinning genoeg om kampioen te spelen. En de fanfare stond al achter het doel te spelen in de tweede helft. Maar we speelden tegen de hekkensluiter, die waren al gedegradeerd, Robuur. Ze bestaan inmiddels al niet meer. Uit Goes, maar, hè? Uit Goes. Maar het bleef 0-0. En Klingen wist te winnen, zodat er een beslissingswedstrijd gespeeld moest worden. En die wedstrijd die werd in Westdorp gespeeld. En hoewel het in de eerste helft gelijk opging, scoorden we net voor rust. En in de tweede helft gingen we eroverheen en werd het 4-0. Je bent een echte IJzendijkerman, bijna heel je carrière daar gespeeld, maar toch nog wel uitstapjes gehad, hè? Ja, tijdens mijn studententijd heb ik 2 seizoenen in Breskes gevoetbald, in de derde klas. Ook prachtige seizoenen. 1 seizoen wat minder qua prestatie, maar het tweede seizoen speelde ik daar ook oké. En ook een fantastisch seizoen in Terneuzen, waar we kampioen werden in de tweede klas. Een nieuw onderdeel in onze club dit seizoen is de piepjestest. We gaan op zoek naar de fitste vereniging van Zeeland. En daarvoor nemen we het gemiddelde van de 5 fitste spelers van die club. Nou, dit zijn de fitte mannen van IJzendijken. Ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen. Zet hem op, mannen. De fitte mannen van IJzendijken hebben niet teleurgesteld, want ja, Sergio was de beste, 18,2 en een gemiddelde van 16,96 mannen. Ik zou zeggen, applausje voor jezelf. Hè? Goed gedaan. Volgende week nieuw team, kijken of ze het beter kunnen.
Dag Joop. Hey, goedenavond. Wat is de bedoeling hier? Nou, het is zo, we willen voorkomen dat de kinderen iedere keer over het hoofd uitlopen. Ja. Dus we gaan hier een hekwerk plaatsen. Dat, wanneer de speelers dan komen, kunnen we het open doen. En als de wedstrijd begint, kunnen we het gewoon terug dicht doen. Oké, okay, en wie zijn die mannen? Nou, we hebben Rudy, George, Paul. En ja. We hebben Ed, maar Ed is in de kantine nog even bezig aan het werken. Ja. Dus als jij ons zou willen helpen, dan kan jij misschien die paal even vastdraaien. Want jullie zijn de klusploeg van wij zijn de klusploeg, ja. Ik snap ja. hem. Oké, okay, waar is de paal? Ah, dat is hem. Oké. Okay. Die moet aan deze kant, dat zie je dat streepje daar. Ja, streepje op streepje. Ja, ja streepje op streepje. Oké. En dan Joop. En dan een ringetje erbovenop. Ja. En dan even vastdraaien. En dan om en om. Is het een beetje een leuke club eigenlijk, hè? Ja, heel leuk. Ja? Ja. Wel veel te doen, of niet? Nou ja, iedere maandag zijn we hier bezig met z'n vijven. Ja. En zoals je rondom kan zien, alle boringen hebben we zelf allemaal geplaatst. Ja. En verplaatst in die nodig. Ja. Iedere maandagmorgen komen we samen en dan doen we eerst alle vuilnis opruimen. Ja. Draait er één in de kantine. Twee jongens lopen rondom het veld om de vuilnis allemaal te verzamelen. En hoe lang zijn jullie hier al bezig? 12 jaar. Zo. 12 jaar geleden zijn we begonnen met z'n drieën. En we zijn nu met z'n vijven. Tjonge jongens, hard werken hier bij IJzendijken. Oké okay, mannen, hij zit vast. Ik ga verder. Okay. Succes met de klusploeg, hè? Ja, bedankt. Dankjewel. Kijk eens aan. Tijd weer voor de penalties. Ze zijn gewoon gebleven dit seizoen. En dus mag ik tegenover Stefan van IJzendijken gaan schieten. Stefan, ik heb gehoord dat je al een paar gepakt hebt dit seizoen. Ja, uiteraard, dat klopt. Dus jij bent een beetje een penaltykiller. Ja, ik zou zeggen, kijk maar uit, hè. Keep je al lang het eerste van IJzendijken? Een paar jaar nu vast op het eerste, ja. Oké, okay. En ik heb begrepen dat je ook nog bij de JVOZ hebt gespeeld, klopt dat? Ja, dat klopt ook. In de jeugd heb ik daar gespeeld. Dus dat is talentvol dan, denk ik. Hey, ja, dat is aan u om zo te beslissen, hè. Hoeveel ga je er pakken van de 5? Alle 5, hè. Zo, nou, veel succes. Zet hem op. Dankjewel. Alle 5, jongen, jongen. Oké, okay, Stefan, we gaan beginnen. Succes, hè. Nummer 2. Ah, oh, goed gepakt. Ik dacht ik scoor ze allemaal dit seizoen, maar helaas. Nummer 3. Oh. Nummer 4. En de laatste, Stefan. Succes. Goed gedaan. Ja, ja. Niet voor niks heel de zomer op die Panenka geoefend. 4 van de 5. Ik ben tevreden. Tot volgende week.